ik schilder gewoon maar door. Soms stonden wel 6 schilderijen op ezels. Vooral in die grote ruimte hierachter. En dan kwam ik 's morgens binnen en dan ging ik met een grote kwast. En dan begon mijn dag met blauw of met rood of met geel. Het is heel leuk om kleur uit te zoeken 's morgens vroeg waar je mee gaat beginnen. Het is ook je temperament, je gevoel dat je denkt van nou ga ik met lijnen werken of dan gooi ik eens een hele grote sweeper over de hele schilderij heen. Of dan blijf ik een tijdje peuteren in een hoekje. Het is maar net je stemming. Dus daarom bleef ik ook maar doorschilderen. En van het schilderen, daar krijg je ook een bepaald zelfgevoel van. Kosmisch wil ik niet zeggen, maar het gevoel dat je verbonden bent met iedereen. Ik heb dan ook wel het gevoel, dat klinkt een beetje raar misschien. Maar wel een beetje het gevoel van, als ik dan wel eens aan het schilderen was en het was hier doodstil, helemaal niks of niemand, dat de hele wereld aan het meeschilderen was. Mm.